Stichting Waokasi voor personen met een visuele beperking heeft vandaag met ondersteuning van de coöperatieve bank Godo een cook-out georganiseerd. De bedoeling was de kas van Waokasi te versterken ten einde te kunnen voorzien in de behoeften van de leden. De stichting wil niet altijd haar hand ophouden en daarom zelf de handen uit de mouwen steken. Voorzitter Anil Kunchbihari is blij met dit gezamenlijk initiatief. Het geld zal gestort worden op de rekening van een speciaal fonds bij Godo ten behoeve van de doelgroep. Laten we wel meegeven, het fonds is voor de leden van Stichting Waokasi. En ik mag zeggen dat de doelgroep het helemaal begrepen heeft. Want de bar wordt beheerd door Stichting Waokasi en bijna drie kwart van de drank. Is gebeurd door de leden zelf. Speciale gast op de cook-out van Stichting Waokasi was DNA-voorzitter Jenny Simons. Ze sloot aan op de toespraak van voorzitter Kunchbihari door te beamen dat het wel degelijk vervelend is om telkens je hand op te houden. Maar, zegt ze, soms heb je hulp nodig. Laat me aan iedereen zeggen, niet alleen mensen met een beperking hebben soms hulp nodig. Wij allemaal hebben soms in ons leven hulp nodig. Zoals ik hier sta, was ik niet groot geworden. En zelfs in de laatste jaren van mijn leven heb ik hulp gekregen en ondersteuning. Want het leven is niet altijd eenvoudig, ook al heb je geen beperking. Voor Kwekwam Ching, wie kan me zeggen in dit land dat je een kind van baby tot volwassenen kan opvoeden? Al heb je geen beperking zonder die hulp van andere mensen. Nee, het is niet mogelijk. We hebben altijd hulp van elkaar nodig. De een wat meer dan de ander. Soms heb je wat meer hulp nodig en soms kan je wat meer hulp geven. Dus alvast, meneer Kunchbihari en de leden van Waokasi. Ik denk dat dit een gezamenlijke effort is van de mensen met een beperking. En de andere mensen van de samenleving om te zorgen dat we allemaal een goed leven kunnen hebben, zeker in deze moeilijke tijden. Aldus parlementsvoorzitter Jenny Simons sprak tijdens de cook-out van Stichting Waokasi vanmorgen op het achterterrein van Godo. De opbrengsten komen ten bate van het Fonds voor Personen met een Visuele Beperking. Simons deed ook de eerste storting op de rekening van het fonds, dat ze als een bijzonder goed idee aanmerkt.